Veel vernieuwing en ontwikkeling is te zien tijdens die havendagen. Onder andere in het Innovation Dock op het voormalig RDM-terrein op Heijplaat. De metaal 3D-printer waarbij snel onderdelen kunnen worden geprint. Drones die onder andere ingezet gaan worden bij controles van bruggen en dijken. En dit lasapparaat. Het zuigt gelijk de schadelijke gassen weg die vrijkomen. De lange termijn effecten van fijnstof en alle onderdelen die in die las ook zitten, ja, daar wordt eigenlijk steeds meer over bekend. En die zijn echt wel heel erg schadelijk. En daar kunnen wij echt wat aan doen op deze manier. In de Rijnhaven werd vandaag de Waste Shark of Bi-High losgelaten. Nieuwe techniek om van afstand bestuurd vervuiling op te kunnen ruimen. Hij is helemaal vanuit de laptop gestuurd. We hebben een aantal punten aangegeven van daar mag je invaren. Dat moet je doen, dat moet je dan schoonmaken. Het havenbedrijf van Rotterdam heeft grote plannen met de Waste Shark. We willen gaan kijken in hoeverre plastic vervuiling of hoeveel plastic hier in het water zit. En dan hopen we het hier in de haven eruit te kunnen halen voordat het op de Noordzee terechtkomt. En als het goed is, moet hij uiteindelijk zelfstandig de haven af zoeken naar plastic en ander afval. Veel van de vernieuwingen zijn dus tijdens de Wereldhavendagen te zien in en rond het Innovation Dock. En in de Rijnhaven rond Hotel New York doet de Bi-High zijn werk.